is de barman van een tegenkant de dood. Wat punten per antwoord zijn te verdienen. Dus elke dan de dood naar voren brengen. Punten in totaal verdienen op deze proef. Hier. Vraag 2. Zet maar een tweeje op haar andere blok. Yes. Wat is het favoriete carnavalleken van aan een tegenkant de dood? Oh, van lieve God. Ten boemlies, je mag daar weer een ander blok pakken. En door een droom weer punt achter zetten. Want hier komt vrouw. Carnavalmoment van aan tegenkant de dood. Dat moet de gemakkelijkste zijn. Naar welke school is aan tegenkant de dood geweest? Dat weet ik niet nog. Dat is allemaal goed geloofd, ik weet dat. Naar welke school is eigenlijk aan tegenkant de dood geweest? Wat is de eerste herinnering om carnaval van aan tegenkant de dood? Wat is de eerste herinnering om carnaval? En de klok beslist dat Alex maar start. Wat moet er gebeuren? De kandidaat trekt hem elk op toe de envelop bij voorzitter Dick. Een envelop waar dat een onderwerp in zit. Want wat gaan we na doen? We gaan na spelen niet de slimste mens, maar wel de slimste kandidaat prins carnaval. Kijk in Donald's systeem, hij wordt de kandidaat, maar we doen dat al niet, zit de slimste mens. Hij moet je telkens vertellen wat dat je weet over het onderwerp dat je bij dit in een envelop getrokken is. Je doet dan een envelop open, elk op toe is Alex en Peter, dan weer Alex en dan Peter. Woorden vernoemen die wij per onderwerp zoeken, systeem slimste mens. De jury zal ondertussen ondachtig luisteren naar andere systeem. Vier woorden, ik vraag je zijn, dat is de zin. Vier onderwerpen per onderwerp, vier woorden te groeien. Waarom heeft Ies bij Dirk de envelop gaan trekken? Wel, onderwerp. Zit niet in zaken, Alex. Ja, was dat erop? Toen ik het onderwerp carnaval rood zitting. Geks 45 seconden om vier woorden te vinden. Marlon, waar zit dat de voorvierde seconden stoppen vanaf, ja, hier is het. De zaterdag vierde carnaval, de sleutel van de stad, de werf, politiekers. Prins carnaval, Kwaizer Kamil, officiële opening van Oost carnaval. De zondagstoet, Marlon zijn gereed. Gereed? Voor de 4 seconden. Wacht, Marlon is onze 4 commentaar leiding en een eigen papier al gereed. Stop. Oké, Marlon. En vanaf na Peter, ja, goh. 9e stoet, zondag, voor de 7 groepen. 11 februari, 65e prins, om 1 uur te vertrekken, om 3 uur nog met de genies, losse groepen, vaste groepen, moment van de prins, de genies. Ik ben ook op de bedenking. De taartje
de seconde van Lijn, en stop! De Duitser van Brian op de net, Boeromoot, Corsair, en Lady, Kinekoes, Toeske, Vinkie, Pojanette is geen travestie, nou die zijn tot afgekomen, Lampadère, Avajou, Erik, Parapie, Valse Tep, Kinekoes, Optop, Arm in Arm, vanaf Trap. We zitten nog een halve minuut. Come on! Kralenkruis! De poppenpakkers! Morgen weer. Voor wie droog? Soyez. Tot snel. Alles aan jullie. Al twee keer komen we. Ayo Maya. Ayo Maya. Ayo Maya. Dat is mooi. Al van me niet. Dat is video mooi. Dat Overboef! Vraag een 4 seconden op Stortje! De zieke is hier op! Voor! Wie! Braai! Twee! Eén! Het is afgelopen! Wat is er uit de bus gekomen? Peter E. 7 carnaval groepen gewonnen! Stop.
breuk. Oké. Ivan Gwawitsch, wat gaan we doen, Pim? Oh, dan kan er ook fijn na. Fantastisch hoe dat er ook gekund wordt, jongens. Je wordt dat verwacht. Ja, ja, ja. Oh, la, 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 la. We zijn dan van 3 naar 3 op. Oh, la, 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 la. En van 3 naar 3 bedoel ik. Spannend, jongen, jongens. Oh, la, 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 la. Alex Kiel mag aan mij kwijt zijn. Ik was er dan naar zijn, jongens, was er dan naar zijn. Ja, hoe nog eens dan? Mijn boek openstaan. Mijn boek openstaan. Jury. Sorry, ik pas dat dat niet juist is. De oplossing is, Annest is droog. Gewichtig zijn, dat gaan wij aan de zon geloven, dat jongens toch. Ja, dus. Dat kan ze verliefd, maar dat kan er kwaken, hè. Ja, Peter, het is de moment, hè. Voilà, ja, 3, 4. Smaapelen met pikkels. Ook een goede geweest zijn, maar het is de kessen op de toon. Ja, ze zijn hier normaal. Het is niet veel te horen. Ja, de loodpoepen. De loodpoepen. Dat is een nieuwe uitdrukking daar. Vanaf vanavond. Iedereen is naar dat gevind. Maar het is niet juist, want het ging over een rechtster moet doen. Het is een moment wat pijn. Wat is dat? Dat is de crash up! Wat een Ger van die volgordes moeten bepalen. Van het vierst om het oort, avond, Turkisch, voort, bordjes vast. De kandidaat moet de leden van het vierst om het oort in de goede volgorde zetten. Van begin tot einde, van jong, moraat, altijd van links door rechts. Ik zit wel vrij te praten wat dat bedoelt. Daar starten we Peter Kragen van de kandidaat. En Peter Koos, onderwerp nummer 3. Oké, Peter. Voor Kragen, achteraan. Voor Oosterse schepen in nood te zien. De schepen in volgorde zetten. Hier is de schepen, hier de schepen, daar de schepen. En de woes. Je ziet een schoen vormen van dat schoen meisje. Dat is niet de schepen. De eerste schepen, die liggen als links. En als ook schoen. Wacht Peter. De krachter moet dat vinden. Maar, je moet ook goed weten. Het moet compleet
in volgorde zijn van links naar rechts. Dus als je een steken hebt, zeg je dan hoort gekozen, zeg je dan op vrienden zit. Als dat in de volgorde zo zit, dan is dat oké. Dan is dat niet. Zijn we gereed? Met zoveel 30 seconden vanaf na. De eerste schepen, de tiende schepen, de 18e schepen, de 23e van achter. Dus. Nog 15 seconden. 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Oké. Jury. Jury, mag ik het antwoord geven? Ja, de jury iemand Jureen en dan mij. Op 1. Kun je wat antwoord geven? Hier onze knappe, toevallige juryvoorzitter. Waar is het antwoord? Op plaats 1, Ilse Uitersprot. Plaats 2, Anne van der Steenbrug. Plaats 3 is Dylan Kazaar. Plaats 4 is Caroline Verdoot. En plaats 5 is juist Katrien Verdoot. Dus brouw op voor, juist. Dat is een graal, goed resultaat. Is Alex in bezig met foto's van Prinsen die en zijn vijfde gewoon of zijn Peter en foto's. 18 seconden nog. En Alex voor vindt dat het allemaal thuis ging. Kom maar klaar, nu, maar nu, maar. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Okay. En hier komt onze. Ja, die voegt hij de stroom van ons. Ja, van welke stroom komt er eerst van daarvoor? Welke stroom komt er les? Marlon, zijn we gereed? 3, 2, 1, en go! 30 seconden vanaf dan. Strakke kandidaat. Ach, fietsjes! Ja, dat is niet helemaal makkelijk. Affichetjes. Zijn authentieke affiches. Natuurlijk dat de dopen
ik snap te zeggen is, want anders op een beetje te gemakkelijk in zeg. Alex, hola, wil het in volgorde te zetten van Aad voor Jong. De oudste affiche, Hillegaans links, de jongste Hillegaans rechts. Marlon, zijn we hier? De jongste rechts en de rest der kist in volgorde. Dat is iets spannend. Affiche 1, 96, dat is kwaad. Affiche 2 en 3 zijn omgewisseld. 98. En de laatste 2, 2001 en 2014, is juist. Proa op voor! Bravo, kandidaten! En wat stond er te gebeuren? Dovee. Moeten we een beroep doen of op een sterk DJ, namelijk niemand minder dan onze Marlon. Wat stond er tegen bij? De kandidaten krijgen. Twee mixen te oefenen. Twee mixen waarin dat droge carnaval niet is die makkelijk gewetteld spelen. Twee mixen. Eén is de mix. Dan wil ik een applaus geven met Oldies, Ave Evergreens. Een andere mix is met recentere liedjes. Per zanger krijg je 1 punt. Per juist gekozen titel krijg je ook 1 punt. We gaan de 2 mixen lopen door. Geef daar antwoord voor af en dan ga ik naar Marlon trekken, want Oa is de eerste op heel de wereld die het juiste antwoord kan geven. Kan dit ook doen en super supporters zetten gereed. We gaan nog een tip doorgeven. De uitvoerders van de liedjes zijn allemaal prinsen. Oké, dan moet ik misschien nog wat complexer op, misschien nog wat maken. Iedereen is gereed. Marlon, start de muziek! We hebben de Oldies gehad en dat zijn de recente carnavalliedjes van welke prijs.
eerste quizvraag, onze oldies, hadden we gekozen voor Camille Sergeant van Iena Twia Droa, Luper Tatjen, Fredje met zijn trompetje en Jean-Paul met Ralde Gada. We gaan nog even opnieuw laten luisteren. Fredje met zijn trompetje, Luke Tatje. En als derde was dat Jean-Paul Watsley en Ralde Gada. Onze eerste recentere, misschien gemakkelijker, de Joe, de eerste, Viva de Jong. Nu komt wel lekker werken. Dennis en Astorje komt te biechten van Ralf. Resultaat. Of gewoon daar na het oorkonden. Ja, wat spannend dan.